Ja, goedenavond iedereen. We hebben een erg boeiende discussie en debat gehad met onze tamelijk grote groep. We zijn ervan uitgegaan dat het FabLab in feite uit drie grote aspecten bestaat. Aan de ene kant heb je het creatieve verhaal, de kunstenaars die voor de ideeën zorgen. Anderzijds heb je technologie, de mensen die eigenlijk maken, de ingenieurs. En dan een ander, derde belangrijk aspect van FabLab is eigenlijk de educatie. Dus waar de mensen opgeleid worden, nog beter worden en in feite ja, door workshops en scholen ook te betrekken. Het actieplan om eigenlijk in Brugge op te starten zou de volgende stappen eigenlijk nodig hebben. In de eerste plaats vonden we het interessant om eens een bevraging te doen, om te kijken welke specifieke noden er zijn in Brugge, welke technologieën gaan we gebruiken, er zitten meer mensen die wel juwelen maken, er zitten meer ingenieurs, technische toestanden, dergelijke, hoe groot is het draagvlak ervan. In de tweede plaats zo eigenlijk een prospectie doen, kijken naar voorbeelden in Gent, Antwerpen, ook FabLab Benelux, kijken welke soorten en mogelijkheden er allemaal zijn. In de derde plaats zo een businessplan opstellen, een businessplan eigenlijk en een structuur, zijn we een VZW, zijn we coöperatieven. Het businessplan is gefundeerd eigenlijk voor geld te genereren op basis op lidmaatschap, workshop, educatie, ook kun je geld verdienen op vervaardigen. Dan ook nog belangrijk is in feite onze locatie die we aan het zoeken zijn. Dus alsjeblieft, Stad Brugge, help ons daarvoor. Daar hebben we ook communicatieplannen gaan opstarten. En vijfde laatste aspect, netwerk. Dank u wel.